Wat ook heel leuk is, heel erg, daar ja, word je echt blij van, is dat ook de gemeente Leiden zich heeft geuit en gezegd van wat goed dat jullie dat doen. En wij gaan jullie ook steunen. Wij willen ook dat Beelden in Leiden blijft. En ze hebben ons in ieder geval voor de aankomende 3 jaar steun aangeboden. En dat zijn kleine dingen waar je zo enorm trots op kunt zijn. Dat je dat uiteindelijk na 5 jaar bereikt hebt. En ik moet zeggen, wij, het bestuur van Beelden in Leiden, doet dat niet alleen. Ja, wij komen wel met ideeën. Maar we hebben heel veel mensen nodig die ons daarbij helpen. En dat zijn onder andere alle sponsoren. Groot en klein. De pers. Ik zie Gerda van Leeuwen. Ik zie Chris en Johan van Sleutelstad. Emiel. Dankzij jullie hebben wij ook die publiciteit die wij zo hard nodig hebben. Dank je wel daarvoor dat jullie ons daarin steunen. We hebben ook alle vrijwilligers. En die ga ik straks bedanken. En zo zijn er heel veel mensen zonder wie wij zo'n tentoonstelling als deze niet neer kunnen zetten. Dus jullie kunnen je voorstellen dat ik een beetje weemoedig ben. Want ik moet ook allemaal afscheid nemen van jullie weer voor een paar maanden. He, tot het volgend jaar. Maar dat komt ook wel weer vanzelf, denk ik. Een van de belangrijkste hoofdacts van vandaag is de bekendmaking van de winnaar van de publieksprijs. En voor dit onderdeel geef ik heel graag het woord aan collega-bestuurslid Arjen Pels-Rijken. Ja, het is zover. We beginnen natuurlijk elk jaar bij de opening met de uitreiking van de Frans de Witprijs. En we sluiten nu al voor de 5e keer af met de publieksprijs. De voorgaande jaren werd die mede mogelijk gemaakt door het Leids Dagblad. En dit jaar hebben we een andere sponsor bereid gevonden, namelijk Bouwmaat. En de winnaar die mag dit jaar voor 1000 euro aan materialen inkopen of krijgen bij de Bouwmaat op de Rozenveldstraat in Leiden. Ja, alle kunstwerken hebben wel iets aparts met het publiek, maar een aantal van die kunstwerken die heeft toch een speciale band met het publiek. En jullie weten waarschijnlijk allemaal nog wie de winnaar is geweest van vorig jaar van de publieksprijs. Dat werk stond hier. En wat waren nou de kenmerken van dat werk? Knuffelbaar, iedereen maakte er een foto van, het nodigde uit. Mensen, kinderen gingen er met name op zitten en lopen, dat vonden we dan wat minder prettig. Maar, nou, als je die kenmerken nu projecteert op de werken die we hier nu hebben, dan zou je bijna moeten weten wie de winnaar is geweest. Zou de kunstenaar weten dat hij of zij de prijs heeft gewonnen? En de prijs gaat naar Margriet van Brevoort. Yeah. Je durft het niet aan, hè? Je durft het niet aan. Ik geef u een hand. Ik geef u een zoen. 2, 3. En ik reik jou uit de Tombstone. Ik zal hem even weer openmaken. Het is ook een presse-papier. Haal hem even uit de doos, want die doos is wat onhandig. En aan de achterkant staat jouw naam vereeuwigd. Als de winnaar van de Bouwmaat Publieksprijs. En ik heb de bloemen. Dat bloemen. Vanuit de steen. Dank je wel. En de eeuwige roem. De eeuwige roem. Dus jij de prijs hebt gewonnen. Nu krijgen we al een persmomentje. Even een persmomentje. Wil jij nog iets zeggen? Zoals jullie weten was dit onze Lustrum tentoonstelling. En exact op 19 mei 2011, dus 5 jaar geleden, hebben wij het bestuur elkaar voor het eerst ontmoet. Daar was Bob ook bij. Ik vind het zo leuk dat je er bent, Bob. Het eerste uur. Daar was Marcus, daar was Herman en ook Arjen, man van het eerste uur. Weet je, ook daarom ben ik ontzettend weemoedig. Een beetje emotioneel ben ik wel. Ja, we hebben 5 waanzinnige jaren. Gewoon geen geld hebben en zeggen van, we gaan het gewoon doen, we doen. Maar hoe doen we dat? En er was er altijd één die zei van, het komt goed, het komt heel goed. En dat was eigenlijk.
Ik ken niemand die zoveel positiviteit in zich heeft als jij. Het glas is bij Arjen ook nooit half leeg. Never, ever, ever. Altijd half vol. En altijd doorgaan. En wat ik van hem geleerd heb, is dat als je ergens in gelooft, dan moet je ervoor gaan. En dat ben jij. Jij ging ervoor. Soms een beetje als een ongeleide projectiel. Maar dat was ook wel goed. Want anders zouden wij maar gaan verzanden in notulen en vergaderingen en doen. Nee, gewoon doen. Gaan. We geloven er toch in. We willen toch een goed product neerzetten. Moet je gewoon doen. En alle vergaderen, oké, dat is een noodzakelijk kwaad, hoort erbij. Maar gewoon gaan. En oh man, wat ga ik dat missen, Arjen. Ik ga dat ontzettend missen. En Arjen gaat, mijn kleinzoon zegt, ga je huilen. Nou, nee, straks, niet huilen. Nee, niet huilen. Nee, niet hier. En niet hier. Nou, en bij iemand die zo lang en zich zo enorm heeft ingezet, die laat je niet zomaar gaan, daar hoort een cadeautje bij. En Marcus en Herman en Jacques en ik hebben gemeend dat we dat ook echt een beetje leuk aandenken moeten zijn. En we hebben het gezocht in een aandenken van een van onze kunstenaars hier. Dus dat is ook wel passend. En ik zou Herman, mijn bevallige assistente, willen vragen om namens ons aan jou te overhandigen ons cadeau. En als dankjewel voor alles wat je verbeelden in Leiden hebt gedaan. Dankjewel. Dat weet ik toevallig al wel wat het is. Ja, dat was je al wat opgevallen waarschijnlijk. En dit is dus een werk van een van onze kunstenaressen die op een eiland woont. En die heeft foto's gemaakt van haar kunstwerk, onderdelen van haar kunstwerk, wat daar staat. En dat hing al een tijdje hier in de galerie. En ik had er eigenlijk een optie op genomen. Ik had een hele andere groene stof. Ik wilde het wel hebben. Nou ja, en nu kijk ik, dat vind ik helemaal mooi. Tenminste, ik ga er gewoon uit. Wat hoop je? Het is hem. Ja, dit is het werk van Klasina Soepboer. Daar staat ze. Ik ga nu wat energie stoppen in een ander project in Leiden overigens. Namelijk de verbouw van het pand aan de Steenschuur 6. Het pand van de loge van de vrijmetselaars. Dus dat moet opgeknapt worden. Dus ik blijf in Leiden actief. En ik heb begrepen dat ik vanaf vandaag ook een adviesfunctie erbij heb gekregen. Dus ik zal zeker proberen mijn rol of mijn bijdrage te leveren. Maar erg veel dank, mijn medische bestuursgenoten. Ja. Dank jullie wel allemaal voor jullie steun en toeverlaten, sponsoren. Erg veel dank. En dit komt op een prominente plek. Dus beeld in Leiden zal niet uit mijn gedachten verdwijnen. Dank jullie wel. Fantastisch! Hey! Oké.